Hallo iedereen, mijn naam is Sophie en vandaag ga ik weer een supercoole horrorgame spelen. Ik heb er eentje gevonden op de site die ik altijd gebruik, itch.io of zoiets. Ik had wel hier even... Nee. Hoe doen mensen dit? Oké, en het heet Make Sure It's Closed en het gaat over een kindje en een garage of zoiets. Meer weet ik eigenlijk echt niet. Ik ga het nu opstarten. Headphones recommended. Well, girl, I got them. No worries. Dear Alex, Mom and I went to dinner with the Russells. The fuse in the garage is broken, so the motion sensor might make the garage door get stuck. Make sure it's closed before you go inside. We left you some money for pizza. See you soon and be safe. Love, Dad. Oké. Ja, ik ben nu al fucking bang. Ja, het gaat over een garage. Iemand die zegt alleen thuis. En nu gaat hij dicht en dat is endgame. Nee, toch niet. Nee. Oh, er was iets. Wat moet ik doen? Oh! Hey! Hey, meneer. Please zet de elektriciteit gewoon terug aan. Oké. Dankjewel. Doei. Dankjewel. Hey. Oké, het was een beetje korter dan ik dacht. Dus ik heb nog eentje gevonden die ook een beetje kort zou moeten zijn. En dan maken we er gewoon twee van. Wake up, child. It's time. The bodies are ready. Do not eat bad flesh. Het noemt dus bad flesh. Of slecht vlees. Wat is dit? Ah. Ik denk dat ik gewoon op de dingen moet klikken die like, geen bloed hebben of zo. Dat ik dat dan moet eten. You are full. Time to reset your stomach. Wat is dit? Sleep. Oké, slaap wel. You are strong. Soon you will see the truth. More bodies are ready. Hoe zie ik er ook uit? Oh, heb ik iets gemist? Oh nee, oké. Hoofd. Arm. Arm. Hoofd. Arm. Oké, we are again. Full. Sleep. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten. Wat is dit? It's important to clean the brain of the insects. Waarom zijn we ineens insecten? Clean your brain. Dit is zo raar. Ik heb ze allemaal weggedaan. Your brain is clean. Your bread is life. Cleanse yourself.
insect gather. Clean your lungs. Oh my god, waarom moet ik alles schoonmaken? Your lungs are clean. Nog, toch niet, denk ik. Do you see how you're almost ready? Please. Feed on the bed flesh. Dus nu moet ik wel bed flesh eten of zo. Oh nee, dat gaat niet. Huh? Oké, dan niet. Waarom ben ik een kannibaal? Waarom eet ik eigenlijk een mens? Ik heb me daar gewoon niet afgevraagd. Maar waarom doe ik dit? Ik weet niet waarom ik dit doe. What's the story? Moet ik weer gaan slapen? Ugh. Come on bro, give me something good. Please, father. Consume us all. We beg. Consume his flesh. Ik had er een beetje ongemakkelijk van. Hey. My child. You have grown. Your flesh is bad. Stond daar? How is this the time consume? Wow. Ik ben niet meer mee. Fix the font, guys. Hey. Your belly is full. Sleep. Waar leven zich? Eten, slapen. Mij wel bellen. It's dawn. You are like us. Now look. Look in the mirror. Wat is het? Waarom? Nee, dat doen we terug aan. Wat is mijn haar? Wat was dit? Hè? Ik was een kannibaal en ik at iets en toen aten ze mij. En toen keek ik in de spiegel en toen was er een man. En toen schrok ik. I don't know, guys. Het is nu de dag van de goede games, denk ik. Het is hem niet. Maar kijk, zo'n games moeten er ook zijn, natuurlijk. By the way, ik heb een giveaway lopen tot 8 september. Kijk mijn vorige video om te zien wat je moet doen en wat je kan winnen. Dit was hem dan weer. Het leven zit vol met... Het leven kan niet altijd meewerken als een ponykamp. Hier zijn wat tv-programma's. Dankjewel Siri, maar dat heb ik dus niet nodig. Oké, vonden jullie deze video leuk? Mogen jullie zeker een likeje geven? Vergeet niet te abonneren en de meldingen aan te zetten, zodat jullie weten wanneer dat ik... upload. Ik doe het om de 2 dagen, dus nu is het maandag, dus dan doe ik donderdag, zondag enzovoort. Altijd 2 dagen tussen. Dankjewel voor het kijken en nogmaals, kijk naar de giveaway video, de vorige dus. Tot de volgende video. Doei!